ik hoor het van Nevin hier en daar, dat Aussie zegt, ja, ik ga toch winnen van Nevin Nicky. Nou, Aussie, je bent een hele goede sportman, goede collega van mij ook, maar werkelijk, ik geef jou weinig kansen deze reis. Ik heb een beetje een grote mond, maar ja, ik weet het waarom die grote mond heb. Wie precies mijn Nicky heeft getraind. En ik ga hem ook begeleiden natuurlijk, samen met zijn trainer, Chef de Weber. Hij begeleidt hem ook heel goed. Want ik weet de sens gewoon dat hij bij ons traint en samenwerken met Chef. Dat gaat hartstikke goed. Vooral voor Nicky. Die had niks verloren. Nog geen één wedstrijd. En wij blijven gewoon zo, een paar jaar, ook zo doorgaan. Hoe korter dat hij de datum van dat galen komt, hoe sterker dat hij wordt met alles. Is het goed met hem? Ja, Aussie wou mij natuurlijk zo van troosten en optellen en zeggen dat ik het goed gedaan had. Maar ik was niet tevreden met mijn optreden en ik was teleurgesteld. En, ik vroeg ook meteen al aan hem in de kleedlokaal als ik een rematch wou en hij zei ja, dat komt nog wel. Ik heb geen haatgevoelens tegen hem, hij is een goede vechter. En, maar ik weet zeker dat ik veel meer in huis heb als de laatste wedstrijd. Ja, wat ik zei, ik ben er klaar voor. 2 september. Omdat Nicky, dat is een groot talent. En die is een sportman van hart en nieren. Dat vind ik dan, dat zeg ik altijd. Goed, nou, ik wens deze jongens succes 2 september. En publiek, kom echt kijken naar deze gala. Want het is een hele belangrijke gala. Nou, succes jongens. En publiek, kom maar genieten. 2 september, ik ben er klaar voor. Ik heb hard getraind. Ik heb het al in een ander interview gezegd. Deze wedstrijd ga ik winnen. En ik ben 100% klaar voor. Dus.